Staatsolie heeft met de oplevering van speeltuin De Regenboog afgelopen dinsdag de kinderen van Tulifo en omgeving voorzien van een eigen kinderspeelplaats. Op het terrein van de sportvereniging Barret Kapoel SVB Café heeft Staatsolie Deputy Director Downstream Anand Jagisser de speeltuin feestelijk overgedragen aan de voorzitter van de Sri Lakshmipati Mandir, de heer Suku. Jagisser stelde dat Staatsolie het belangrijk vindt dat kinderen na schooltijd een veilige ontmoetingsplek hebben om andere leeftijdsgenoten te ontmoeten, te leren kennen, samen te spelen en zich verder te ontwikkelen. Hij deed een beroep op de ruim 100 aanwezige kinderen en hun ouders zorgvuldig om te gaan met de speeltuin. Ook de heer Suku onderstreepte het belang van de speelplaats voor de kinderen en het netjes houden ervan. Hij bedankt de Staatsolie, de Burenraad van Tulifo en Omgeving en de Stichting BKV voor dit initiatief. De regenboog symboliseert de belofte van Staatsolie aan de omliggende gemeenschap dat zij zich zal bekommeren om haar ontwikkeling. De kinderen hebben bij het onthullen van het naambord spontaan en gezamenlijk de spelregels opgelezen die hierop zijn opgenomen. Het voorstel voor het opzetten van een speeltuin komt van de Burenraad Tulifo en Omgeving. De sportvereniging die onder het beheer van de Mandir valt, zal zorgen voor het regulier onderhoud, terwijl Staatsolie het groot onderhoud van het multifunctioneel speeltoestel op zich zal nemen.